Het ruim 50 meter hoge reuzenrad op de pier van Scheveningen is klaar. Vanaf vandaag kan het publiek een ritje maken in de nieuwe eyecatcher van de badplaats. De opening werd vanmorgen wel een uurtje uitgesteld omdat de lichten het nog niet deden. Gisteren mocht exploitant Perry Oelemans al een eerste ritje maken. Ja, geweldig. Dit is ook echt mijn eerste ritje van dit rad. Ja, het is fantastisch. Het idee wat we hadden bij dit uitzicht is geweldig. Je zag het net hoe we mooi bovenin hingen. Wat een fantastisch vergezicht je kan hebben. Je zit aan de ene kant Rotterdam, aan de andere kant kun je helemaal doorkijken volgens mij zou ik bijna Amsterdam. Ja, ik ben blij. Dit moet de eyecatcher van Scheveningen gaan worden. Wordt dat hem ook? Daar ben ik van overtuigd. Ja, absoluut. Als je ziet de reacties die we hebben gekregen. Als je alleen al kijkt de aandacht die we hebben gekregen toen we dit ding aan het bouwen waren. Wat natuurlijk al heel spectaculair was. En ook leuk is om te vermelden dat het ook nog nooit ergens ter wereld gedaan is. 8 meter boven de zee, een heel eiland gebouwd. Daar ben ik echt heel trots op. Een team van 60 mensen die er al aan gewerkt hebben de afgelopen maanden. Ja, ik ben mega trots wat zij hebben gedaan. Een ritje in het reuzenrad kost €9 voor volwassenen en €7 voor kinderen.